heb mijn man een keer beledigd en dat hij bij mij in het verkeerde keelgat geschoten. En gewoon met alle broers en zussen bij elkaar. Vanuit mijn kant niet, hoor. Bij mij is het, als het over is het over, klaar. En dat komt ook nooit meer goed. Dit is Henk. Die heeft ruzie met twee zussen door allerlei verkeerd gevallen opmerkingen over en weer. En nu is er nog een zus, Marijke, en die vindt dat het mooi geweest is. Ik zou heel graag willen dat het goed komt, want ik wil heel graag een foto waar al mijn broers en zussen op staan in harmonie. En dat gaat nu niet. Persoonlijk, voor mij is het heel belangrijk dat mijn hele familie bij elkaar is. Omdat ik ben punt 1 een familiemens. En punt 2, als we wel bij elkaar zijn, loop ik op eieren. Goeiedag. Stond er nou iemand al te loeren wat er gebeurde buiten? Ja, dat ben ik. Ik ben benieuwd. Hallo. Bert. Jan de Rode. Dag Jan. Hallo. Hi. Henk Sluimers. Henk. Kan ik je even spreken? Tuurlijk. En je iets geven? Ja? Kan dat hier of is er even ergens een rustig plekje waar ik nou, kan doen? Nou, dat kan we misschien bij de winnen doen of zo. Voeten vegen allemaal. Dag. Dat is een goede meneer. Hallo zeg. Ja, dat is alleen op zijn vroeg televisie. Heb je gekeken? Ja, natuurlijk. Altijd. Echt waar? In de rugwekkende programma. Nou. Wie zijn dit? Ik denk wel dat ik het weet. Dat zijn 8 broers en zussen. Juist. Snap je ook waarom ik hiermee bij jullie zit? Ja, begrijp ik, ja. Wat begrijp jij, Henk? Nou, er is een conflict tussen mij en een paar zussen van me. Mm-hmm. Nou. Dus ik denk dat erachter zit. Zus Joke en haar man Jan wonen aan de overkant. Goeiedag. Goedemiddag. Is dit nummer 51? Dit klopt, ja. Dan ben ik goed. Jan Steefkerk. Hallo Jan, ik wil je ze afgeven. Dat kan. Papiertje ook even weggooien. Ja. Een foto. En zwart-wit. Heb je ze geteld hoeveel er zijn? 8. Breng je dat al een beetje om de idee, Joke? Ja, ik kom uit een gezin van 8. Ja. Kan dat het zijn? Dat zou het best wel eens kunnen zijn, ja. En waarom ik nou met een lijst met een foto zit met allemaal silhouetten en niet de werkelijke personen erop. Ja. Heeft te maken met het feit dat één van jouw zussen, ja. Marijke, ja. Met wie je goed omgaat, goed contact hebt. Het is haar grote wens, heeft ze me verteld, om nog eens een foto te maken, gewoon met alle broers en zussen bij elkaar. Oké. Okay. En ze heeft me ook verteld dat op dit moment niet zo heel makkelijk zou gaan. Nee. Dat klopt. Ja. Vanuit mijn kant niet, hoor. Niet? Nee. Ik vind dit heel moeilijk. Mm-mm. Ik heb altijd gezegd, daar begin ik niet aan. Ja, maar dan zit ik wel bij je binnen. Ja. En je eigen man heeft me binnengelaten, dus ja, je kan niet meer terug. Die eigen man kan je ook weer buiten zetten. Ja, nou, oké, dat kan. Ja, heb je helemaal gelijk in. Doe je verhaal. Nou ja, het moet te maken, hij heeft mijn man een keer beledigd. En dat is bij mij in het verkeerde keelgat geschoten, terwijl hij heel veel voor hem gedaan heeft. Ja. Jij, Jan, hebt veel voor Henk gedaan. Ja, altijd. Het ging erover toen van, ik heb toen gezegd van, een goede timmerman is nog geen ondernemer. Een goede timmerman is nog geen ondernemer? Ja. En dat zei je tegen de man van Joke, tegen Jan? Nee, dat zei ik helemaal niet, zei ik zomaar in het algemeen. Maar waarom zegt iemand in het algemeen een timmerman? Nou, dat heeft een aanleiding, het ging over mentaliteit. Het ging over mentaliteit, over een eigen bedrijfje beginnen. Ja. En zo kwam dat te praat. Ja, en is de man van Joke een goede timmerman? Nog wel eens, hij is metselaar. Die man die kan alles. Die man die kan alles. Ja. Het ging over een eigen bedrijf beginnen. En ja. Hoe dat te sprake kwam, weet ik niet. O, zegt hij, dat kan hij helemaal niet. Had hij geen mentaliteit voor. Dat zei Henk over Jan? Dat zei Henk over Jan. En dat viel bij jou verkeerd? Ja. En waarom valt dat dan zo ongelooflijk verkeerd? Omdat hij altijd keihard gewerkt heeft. Bedoelde hij dat ook echt zo? Dat kan me niet schelen, ik heb het gewoon. Ik was zo boos. Ik zeg, die hoef ik niet meer te zien. Waarom viel die opmerking, denk jij, zo verkeerd? Geen idee. Echt niet. Nee, serieus niet. Ja, maar dat... Als het iets is geweest dat ik er iemand mee heb gekwetst... Ja? Dat is nooit mijn opzet geweest, in ieder geval. Is die opmerking bij jou ook zo verkeerd gevallen als bij jouw vrouw, of...? Ja, ik heb een gladde rug, dus... Ja, jij bent niet iemand die zich dat enorm aantrekt. Nee, ik vind het niet leuk, maar voor de rest interesseert dat verder niet. Hoe komt het nou dat het daar toch niet opgelost is? Nou, ik heb daar de behoefte helemaal niet aan, dus...
Ik vind het prima zo. Dat kan. Zo zit je gewoon in elkaar. Ja, bij mij is het, als het over is het over, klaar. En dat komt ook nooit meer goed. Ja? Het was zelfs zo dat als we ze tegenkwamen op de dijk, dan draaiden ze haar hoofd op. Ja. Nou, als je dat wil, dan kan je het krijgen zo het wil. Ja. Ja, en het gaat zelfs heel ver. Ik heb begrepen, op een gegeven moment wordt dan ook gezegd, joh, als ik dood ga, hoef je ook niet meer begrafenis te komen. Nou, ik vind sowieso, als je per leven niet bij elkaar komt, waarom moet je dan wel? Dan wel, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Nee, bij leven niet, bij dood ook niet. Ja. Hoi. Oh, helemaal hoi. Bert. Hoi. Ja, ik herken je wel. Ja. Ik moet naar nummer 13, maar je bent ja, van nummer 13. Ja, ik ben van nummer 13, ja. Oh, mooi. En je mag echt binnen, maar het is echt een rommel, want de schilder is beter. Nou, ik kijk er wel een beetje doorheen. Deze trek ik even onder vandaan. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, zo. Ach, broers en zussen. Je bent snel, zeg, hé. Ja, 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 ja. En mijn oudste broer heb ik geen contact mee. Leg me even neer. Sorry? En mijn oudste broer heb ik, nou ja, ja, geen contact mee. Als ik hem op verjaardag zie, geef ik hem een hand. En meer is het niet? Nee. Nee. Vervolgens komt er een aantal jaren later komt er nog een conflictje bij met zus Henneke. Ja. Wat is daar nou weer gebeurd? Ik heb een broer, die is wat minder als anderen. Ja. Nou, op een gegeven moment hadden we een bijeenkomst bij die zus. Ja. En om te bespreken van hoe het verder moest met Bas als mijn vader en moeder zouden komen te overlijden. Ja. Caroline is meegegaan en we komen daar. En tot onze stomme verbazing, Caroline is de enige die erbij is. Dus toen werd er ook nog gezegd, hè, wat moet die er nou weer bij doen? Dat was Caroline dan. Werd dat ter plekke gezegd? Dat werd ter plekke gezegd, ja. Door wie werd dat gezegd? Door die betreffende zus. En die betreffende zus heeft een naam? Henneke. Juist. Was ik toen diegene die zei van, zij hoort daar niet bij? Heb ik dat gezegd? Hoor je mij dat nu zeggen? Nee, ja, maar dat denk ik dan. Nou, dat is een beetje het verhaal. Dat was toen wel een issue van... Ja. Dat weet je nog wel. Ja. Je weet dat hij kwam, dat hij Caroline meenam. Ja. En dat niet helemaal de bedoeling was. Ja. Dat klopt wel. Maar ze mocht toch binnen? Nou, ik ben apart gaan zitten op de bank en me gewoon de krant gaan lezen. Ik denk, ik hoor hier niet bij, dus ik heb afstand genomen. Maar dat voelde niet fijn? Nee. En dat voelde voor jou vervolgens ook niet fijn? Nee. 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 Dan snap ik dat. Ik snap dat dat niet fijn is. Ik voelde maar een beetje belazerd eigenlijk. Ja. Waarom ligt dat dan zo gevoelig dat hij het idee heeft dat jij daar met name een opmerking over gemaakt hebt? Ik heb geen idee. Nee. Maar waarom ga je dan niet even naar hem toe? Ja, dat weet ik niet. Dat weet... Misschien koppig, denk ik. Maar het laat je niet koud. Zeker niet, nee. Nee. Nee, dat niet, nee. Maar voorlopig is er wel al 6 jaar geen contact. En tussen Joke en Henk is het nog erger. Die zien elkaar al 10 jaar niet meer. Na die verkeerd gevallen opmerking van Henk richting haar man Jan. Hoe heet het programma? Zeg het programma dat heet Het Familiediner. Oh, zie, dat heb ik altijd gezegd. Daar wil ik echt niks mee te maken. Daar ben je voor uitgenodigd. En als ik weg ben, ga dan op zijn minst even met z'n tweeën in overleg of zeggen, dat willen we wel of dat willen we niet. Mm-hmm. Wil je mij in ieder geval beloven dat je erover nadenkt? Ja, ik ga erover nadenken. Nou, Marijke, hoe voel jij je op dit moment? Heel zenuwachtig. Ja? Ja. Ja, ik vind het doodeng. Nou, om te beginnen ben ik langsgegaan bij jouw broer Henk. En dat is me er ook wel één, hoor. Ja, daar zit ook wel een kopie op. Ik heb hem uitgelegd dat jij heel graag wil dat de zaak weer vandaag eens een keer rechtgetrokken wordt. We krijgen snel zekerheid, want als het goed is, komt daar de limousine vandaan. Ik zei de hele tijd stap wel in. Maar hij stapt ook uit. Hey. Ja. En niet alleen. Nee. Toch gedaan, hè? Wel vaak gedreigd. Terecht gedaan. Henk, daar sta je dan. Ja. Hoe is dit voor jou? Ja, apart. Apart, maar ik ben wel blij dat het gebeurt. Hoor je wat hij zegt? Ja. Ja. Laten we even allebei gewoon een beetje bij het naampje noemen. Joke, wat hoop je wat er gebeurt wat Joke betreft? Dat ze hetzelfde denkt als ik. En dat is?
dat we gewoon met een schone lijn verder gaan. Ja. Geldt dat ook voor je andere zus, voor Henneke? Ja, zeker. Ja. Ik ga jullie naar binnen nemen. In afwachting wat de beide zussen en wellicht ook hun beide partners gaan beslissen. Marijke, je staat te bibberen. Is het van de zenuwen of van de kou? Van beide. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dit is een opluchting. Ja. Je zit in ieder geval niet aan een lege tafel, maar nou die twee zussen van jou. Henneke zegt, ik weet daar echt helemaal niks van. Dan Joke. Ja, dat is inderdaad, dat klopt wel. Dat is die opmerking ooit geweest die Henk dan blijkbaar gemaakt heeft over haar man. Over zijn mentaliteit, dat hij niet een eigen bedrijf zou kunnen beginnen. Dat zit Joke na 7 jaar nog steeds dwars. Ja. Er is een kans dat ze allebei zijn ingestapt. Er is een kans dat één van de twee is ingestapt. Of geen van beiden. Ja. Zo, jij bent er mee. Jij bent lekker naar de kapper geweest, zeker. Jij doet op je geweten. En er staan twee zussen naast je die jou even, ja, die even verklaring mag geven nu, Marijke. Zeg het maar, waarom heb je dit nou toch gedaan? Ja, omdat ik het al zo vaak te sprake had gebracht en jullie deden nooit wat. En ik dacht, nou ja, dan niet met de klein geschut, dan maar met groot geschut. Ja. Ik ga jullie mee naar binnen nemen en dan gaan jullie zien welke beslissing Henk genomen heeft. Ja? Ik ga Hoi. 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 Henk, waarom ben je hier, Henk? Voor ja, een nieuw begin is een groot woord. Maar nieuwe start. Ja. Henk. Ja, omdat ik het uitgepraat wil hebben. Ja. Je wil het graag goed hebben. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, nou gaan we niet alles tot op de bodem uitpraten, maar er is één heel concreet dingetje. Er schijnt 1 jaar of 7, 8 geleden een opmerking gemaakt te zijn. Ik zeg schijnt, want ik was er niet bij. Dat is voor jou een heel belangrijk ding. Ja. En ik heb het met jou ook over gehad. Ja. Jij zei, ik ben best bereid om iets te doen. Ja, als zeg ik... Zeg het even tegen Joke. Als ik... En ook een beetje tegen Jan natuurlijk. Als het zo is dat, dat hun daar gekwetst door zijn, dan bied ik hier mijn excuses voor aan. Want dat is nooit mijn opzet geweest. Oké, aanvaard. Aanvaard, ja. Mag ik dit als een nieuw begin zien? Ja. Ja, dat mag. Ik zie een volmondig ja bij iedereen. Dan zeg ik, dan is de tijd rijp om lekker aan tafel te gaan. Ga lekker zitten. Dankjewel. Ja.